Hoi, leuk dat je weer kijkt naar Knutselen met Afke. Omdat het bijna paas is, had ik bedacht om nog een paasactiviteit te gaan doen. Dit keer een paaskaart knutselen. Ik heb deze, een hele grote. Daar gaat het filmpje ook over. Maar ik had hem ook nog even in het klein gemaakt, zodat je kan zien hoe die er dan uitziet. Dus dat kun je dan zelf ook nog even kiezen. Nou, laten we maar gaan beginnen. Dan gaan we beginnen. Dan beginnen we met de kleurplaat van het ei. Alleen wij gebruiken hem alleen even als mouw. Dus we gaan dit gaan we eruit knippen. Dan vouw je hem een beetje dubbel, maar niet helemaal. En dan maak je er zo een knipje in. En dan kun je hem zo verder uitknippen. Nou, lekker eigenwijs. Zo. En je kunt er ook voor kiezen om een kleiner ei te doen. Dan moet je hem of even zelf tekenen. Je moet even op internet kijken of je ergens een kleinere tekening kan vinden. En dan kun je die gebruiken. Zo. Maar ik dacht ik doe de grote, omdat kunnen jullie het allemaal goed zien. Dan zit hij hier nog een beetje vast, zie ik. Zo. Zo, kijk, halen we die weg. Dan pakken we een gekleurd papier waar je de ei op wil tekenen. Dus dan pak ik deze. En dan leggen we hem er zo op. Zo, de pen. Of potlood, kan natuurlijk ook. Maakt niet zo heel veel uit. En dan doe je hem zo over tekenen. Je kunt er ook voor kiezen om hem meteen op een gekleurd blaadje te printen. Want dat is eigenlijk wel net zo handig. Oh, ik schuif het een beetje. Dan hoef je dit namelijk allemaal niet te doen. Zo. En dan moeten we hem weer uitknippen. Zo. Nou, gaat hij weer. Nou, dan hebben we dadelijk het meeste knipwerk gehad. Je moet nou wel proberen dat je de pennenstreep zo aan de binnenkant hebt zitten. Dat je die dus wegknipt. Dat is wel het leukst. Zo, we zijn alweer bijna rond. Zo. En dan leggen we deze ook weer weg. Zo. En deze doen we eventjes bewaren. Die leggen we even opzij. Nou pakken we een ander papier. Deze ga ik gebruiken. Want daar gaan we dadelijk op plakken. Maar dan pakken we ook de andere kleuren papier. Zoals deze bijvoorbeeld. Kun je zelf kiezen
welke kleurtjes je allemaal wil. Ik heb ook nog deze erbij gedaan, want die had ik nog liggen. En vond ik ook wel leuk om ertussen te doen. Nou, dan gaan we deze papiertjes allemaal in reepjes knippen. Zo. Als je nog niet kan knippen, kun je het ook gewoon scheuren. Zo. En zo doe je dat dan bij alle blaadjes. Maar je moet wel meer dan 2. Want je hebt er wel meer nodig. Zo. En het hoeft ook allemaal niet zo netjes. Want je hebt toch een gekleurde achterkant. Zo. Ja. Dan gaan we beginnen met plakken. Ik had er hier toch nog een paar liggen die ik kan gebruiken. Die had ik gisteren alvast geknipt. Zo. De plak. Zo. Dan gaan we hier overal plak op doen. Zo. Nou. Dan gaan we beginnen. En dan plakken we eigenlijk gewoon heel het papiertje zo vol. Met de strookjes papier. Zo, en de laatste. En dan zijn we helemaal bovenaan. Zoals je ziet, ik heb ook niet helemaal recht geplakt. Het steekt er hier ook een beetje aan de kant uit. Maar dat is helemaal niet erg. Nou pakken we ons eerder geknipte vel van het ei erbij. En dan gaan we hier een randje plak doen. Zo. En dan gaan we deze erop plakken. Ga ik even een beetje staan. Dat vind ik makkelijker. Zo. Die zit. En dan gaan we nou hier zo ook plak doen. Maar dan hieronder. Zodat we die ook vast kunnen plakken. Zo. En zo. Nou, helemaal naar beneden. Dan doen we hier nog een beetje. Zo. En dan heb je eigenlijk al een versierd paasei. Maar omdat hier nog stukjes uitsteken, gaan we die dan nog even afknippen. Zo. Deze kant ook nog even. Zo. En als je wil, kun je het nog versieren met stift of met glitter. Of hier nog een leuk randje omheen maken. Dat is net wat je zelf wil. Ik vond het zelf wel leuk om vrolijk Pasen erop te schrijven. Dus dat ga ik nog even doen. Zo.
Zo. Kijk, daar was hij. En dan kun je er nog voor kiezen om hierachter nog iets liefs te schrijven. En dan kun je hem opsturen naar opa of oma of naar iemand anders die je nou in deze tijd heel erg mist. Zodat ze toch iets leuks hebben met Pasen. Zo maak je dus een leuke paaskaart. Nou, ik hoop dat je het leuk vond en tot de volgende keer. Doei!